Ik heb altijd last van scheerbultjes op mijn VJJ. Ik heb enorme borsten, cup H. En ik schaam me hier enorm voor. Hoe word ik zelfverzekerder in bed? Ik heb mega snelle haargroei. Dit was jouw vraag, Tom. Welkom bij Ask Girls. En vandaag gaan we het hebben over onzekerheden. Over onzekerheden. Want die hebben we allemaal. Die ook onze cameraman. Ja, Ramon. Jij hebt ook onzekerheden. Yes. Ik trap hem af. Nice. Lekker zelfverzekerd. Ja, lekker zelfverzekerd. Ja. Ik heb enorme borsten. Nou. Ik heb enorme borsten. Cup H. En ik schaam me hier enorm voor. Ik haat ze echt. Ze hangen ook enorm. Ik heb nog nooit een relatie gehad en ben bang dat niemand mij op deze manier aantrekkelijk vindt. Een borstverkleining vind ik meteen zo drastisch en vind ik ook eng. What can I do? Ja, ik ken dus iemand die een borstverkleining heeft gedaan. En die is daar juist echt heel erg op vooruit gegaan. Ik snapte dat echt als een hele serieuze ingreep klinkt, wat het natuurlijk ook is. Maar als je er zoveel last van hebt, maar ik weet niet, heeft zij daar ook lichamelijk veel last van? Nee, dat heeft ze niet bijgezegd. Daar dacht ik ook al aan van cup H is groot. Maar dan kan je echt veel last krijgen van je rug. En dat klinkt als een grap, maar dat is totaal geen grap. En ook als je denkt aan de financiële gedoetjes bij een borstverkleining. Daar hoef je dus geen zorgen om te maken. Omdat het bij een basisverzekering ook vergoed wordt. Ja, vanaf cup D of E, dat zou je even moeten checken. Maar... Ja, als je dan dus lichamelijke of geestelijke... Ja, zeg gewoon dat je hoofdpijn hebt, weet ik het, rugpijn. Nou, rugpijn, het is heel logisch. Buikpijn. Ja, en nu willen wij niet zeggen dat jij een borstverkleining moet nemen. Nee, maar alleen als je er echt zoveel last van hebt. Ja. Als het niet alleen de onzekerheid is, maar ook lichamelijk ongemak, dan is dat echt een optie. En anders, hetzelfde als wat ik zou zeggen met als je kleinere borsten hebt en daar onzeker over bent. Leer je lichaam accepteren zoals het is, want je mag blij zijn als je lichaam functioneert zoals het hoort te functioneren. Ja, dat was echt mooi. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar ik denk ook, hoe ouder je wordt, hoe makkelijker het wordt om jezelf te accepteren. Ja, de onzekerheid die je nu voelt, het wordt gewoon milder. En misschien zal het niet opeens absoluut, maar dat je favoriete deel van je lichaam zijn. Maar wel dat je gewoon denkt, weet je... It's fine. Hoe word ik zelfverzekerder in bed? Ik durf me nog niet echt te laten gaan en ben altijd bang dat ik het niet goed doe. Ik denk dat dit ook komt met hoe vaker je het doet. Maar ook naarmate je vertrouwder raakt met je partner. Of dat nou alleen een bedpartner is of een levenspartner. Ja. Dat moet sowieso groeien, zeg maar, die band om jezelf, ja, gewoon, hè, zoals je het zelf zegt, meer te kunnen laten gaan. En hoe vaker je doet, hoe meer kennis je erover krijgt, hoe meer je weet wat jij fijn vindt. Hoe je je lichaam... Ik heb ook wel eens een keer seks gehad met iemand waarvan ik dacht, de verwachtingen zijn hoog. Ik moet hem echt hier volledig laten... Weet ik wie deze persoon was? Ja. Oké. Okay. Ja, dus toen heb ik me helemaal naar de kloten gezopen. Toen ging het wel. Ja, laat ik doe eens normaal, man. Maar dit is niet het advies van mij. Oh nee, dit is absoluut niet het advies. Nee, jongens. Hoe je meer zelfzeker wordt in bed is echt door het meer te doen. Ja. Hoe beter je wordt, hoe fijner het ook wordt. Ja. Dus eigenlijk moet je ook echt uit die comfortzone. Want uiteindelijk dan kan je dankjewel tegen jezelf zeggen. Ja. Ik heb mega snelle haargroei. Als ik naar mijn scharrel ga, scheer ik me altijd volledig van tevoren. Dit was jouw vraag, Tom. Gina, kan je me even laten uitpraten? Ja. Maar de volgende dag heb ik alweer de eerste stoppels. Je ziet het dan niet, maar je voelt het wel. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Want ik voel me dan onverzorgd, terwijl ik juist zo erg mijn best doe. Ik kan ook niet... Nou, Gina... Sorry, ik raakte je voet aan. Oh. Ja, dat is inderdaad wel heel grappig. Ja. Ik kan ook niet elke dag scheren, want dan wordt mijn huid te geïrriteerd. Hebben jullie hier wel eens last van? Nee. Ja, ik wel. Oké. Oh, jij niet? Nee. Oh, jij hebt heel weinig haargroei. Ik kan mijn benen 3 weken niet scheren en dan is er nog niks. Oh nee, ik weet dat ik toen ik ging daten met Raoul. Ik woon in Rotterdam en dan ging ik me dus in de ochtend ging ik om 6 uur mijn wekker zetten. Ging ik alles scheren. Ging naar stage in Amsterdam. Ik heb alles, alsof je heel je lijf. Ja, helemaal mijn wangen ook. En dan nam ik mijn scheermesje mee. En dan naar stage. En dan op de borrel vrijdagavond. Nou, dan ging iedereen lekker aan hun biertjes. Bier! En op een gegeven moment dan ging ik mijn voet in die waspak. Ik ga even kijken of ik had ik een paar stoppetjes onder. Aan de onderkant van mijn been, daar groeit het dan sneller dan de rest. En dan ging ik daar die stoppetjes, omdat ik dan helemaal smooth wilde zijn. Ja. Maar ik moet zeggen, toen had ik er ook een soort beeld over dat dat heel belangrijk was. En nu dat niet is wel meer. Aan het veranderen, want het is natuurlijk steeds meer pro. Ja, maar is dat ook nog zo als je jonger bent? You don't know, you don't know. Weet ik niet. Wat ik dus wel wil meegeven is dat het dus echt niet zo belangrijk is wat ik ooit ook dacht. Maar waarschijnlijk merkt je partner dat niet eens. Nee, dat bedoel ik. Ik ben bang
Dat ik op vrouwen val. Heb nog nooit een relatie gehad of ben verliefd geweest. Ik ben 20 jaar, maar ik vind vrouwen doorgaans aantrekkelijker en ben meer op mijn gemak bij hen. Wat kan ik doen? Want het vreet me echt op van binnen. Ik wil geen label op mezelf plakken, maar ben bang voor de mening van anderen. Nou ja, je hoeft sowieso niet bang te zijn voor op wie of wat voor persoon je dan ook valt. Nee, en als jij geen label op wil plakken, dan doe je dat lekker niet. Je valt gewoon op wie je gaat vallen. Ga lekker daten en kijk op wie je verliefd wordt. En als, maakt niet uit wie dat is. En leer je jezelf ook aan dat je echt nergens voor hoeft te schamen op wie je valt. Want dat is denk ik het ergste aan deze vraag. Ja, dat je bang moet zijn. Ja. Je hoeft niet bang te zijn. En ik snap wel, er zijn nog steeds heel veel voordelen over dat je op hetzelfde geslacht zou vallen. Maar begin dan praten met iemand daarover. Als je dan bijvoorbeeld verliefd wordt op een meisje. Dat je dan daarover praat met een beste vriendin. Voordat je misschien je ouders vertelt als je dat eng vindt of zo. Ja, en zoek anders ook mensen op die in hetzelfde, ja, niet per se in hetzelfde schuitje zitten, maar mensen die wel gewoon open-minded denken. Ja. Want die zijn er inmiddels ook wel veel meer. Ja, in mijn omgeving allemaal gelukkig. Ja, dus bij mij ook dat wel, je met hoor. Dat soort mensen jezelf omringt. Dan inderdaad. Hoef je echt niet meer bang te zijn op wie je valt. Dat boeit echt geen ster. Geen ster. Anus. Geen anus. Boeit geen anus. Oké. Okay. Ik heb altijd last van scheerbultjes op mijn VJJ. En het ziet er niet uit. Niet scheren is alleen echt geen optie voor mij. Hebben jullie misschien wat magische tips? Wat dan? Scrubben. Alleen, je moet niet gaan scrubben, volgens mij, als het echt al een warzone is daar. Warzone. Net zoals de rellen in Amsterdam-Oost. Ja, inderdaad. Echt even, je moet wel, wanneer je huid volgens mij een beetje rustig is. Een washand. Oh, een washand. Oh ja. Oh, dat is veel zachter. Ja, dit is alleen een pijnlijkere optie. Dit is wat ik mijn vrienden allemaal doe. Baksen. Nee, epileren. Ik epileer dan mijn bikinilijn. Dus, maar dat doe ik echt met een pincet en het is ook iets leuks, wat ik een soort hobby van me. Crazy. Maar dat is super chill, want dan blijft het lang weg. Het doet niet veel pijn, want echt, als je twee keer doet, daarna gaat de pijn alweer weg. En dan heb je ook niet veel last van die geïrriteerdheid. Maar je moet ook zorgen dat alles heel schoon is en je pincet tea tree oil, dat kan ook. Oh, dat ken ik niet, maar tea tree oil. Ja, dat valt niet zoveel te vertellen. Dat is gewoon wat je erop... Volgens mij, want dat kan je ook overal bondjes doen. Ook als mannen doen dat wel, zoals ze scheerbondjes hebben in hun gezicht. En dan vergelijk ik even het gezicht van een man met een vagina. Ja. Allebei kut. Mijn huid is niet echt mooi en draag daarom altijd foundation. Nu ben ik aan het daten met een jongen en blijf ik daar wel in slapen. Maar dan sta ik zo vroeg mogelijk op om stiekem wat foundation op te doen. In ieder geval voor hij wakker is op of onopvallend in de wc of badkamer, zodat hij het niet ziet. Ik schaam me hier super erg voor. Hebben jullie tips? Gewoon vanaf dag 1 je make-up je eraf. Natural zelf laten zien. Ja, mijn zus heeft 7 jaar relatie. En toen heeft zij voor echt volgens mij een aantal jaar haar make-up niet helemaal afgedaan. Toen zij... Oh. Ja, maar ik weet dus niet meer hoe lang dat was. Daarom moet je het vanaf het begin gewoon gelijk doen. Want dan ja, is die maar pleister misschien voelt de chick zich toch niet zo verzekerd om dat van begin af aan te doen. Je moet bij de persoon waarmee je ook seks hebt, moet je gewoon je veilig voelen. En... Je moet er overheen komen. Nee, je moet er gewoon overheen komen. Ik had ook geen goede huid toen ik net ging daten. En dan dacht ik ook van ja, weet je wat? Met foundation zie je ook al dat ik niet een hele mooie huid heb. Dus dan kan ik beter voor mijn huid zorgen dan dat ik voor Raoul een soort toneelstukje ga opzetten. Ja, dat is waar. Nou, je hebt vooral jezelf ermee. Want je gaat jezelf denk ik heel lastig maken als je altijd dus weer 's ochtends voor hem op wil staan om make-up op te doen. Oh, zijn we er al doorheen? We zijn er doorheen. Oeh. Nou, ben jij onzeker? Tuurlijk ben ik wel eens onzeker. En jij? Ik ben ook wel eens onzeker. Oké. Ja. Maar wat ik wel nog steeds een keer wil meegeven en extra wil benadrukken is dat echt naarmate je ouder wordt, gaan steeds meer onzekerheden worden minder. En Ramon, vind jij dat ook? Ja. En Ramon is al een stukje ouder. Heel oud. Oké, okay, jongens, dankjewel voor het kijken. Ja. Like, subscribe. Die houden we erin, dat is echt heel grappig. Subscribe. Laat ons weten of je het leuk vindt, want wij doen ons uiterste best hier. Ja, zeker. We vinden het leuk om een complimentje te ontvangen en geen kritiek. Hoe lang ga je door met dit stemmetje? Weet ik niet, ik doe het vaak vandaag. Ja, klopt, maakt niet uit. Oké. Okay. Doei! Doei!